Wat ik zou zeggen is, je hoort heel vaak, zeker als buitenlander valt je op, dat als je naar Nederland komt, dan hoor je heel vaak dat nu wat zo typisch is aan de Nederlandse samenleving, is keuzevrijheid, individualisering, dat mensen lastig vinden en toch manieren moeten vinden om met die keuzevrijheid om te gaan. Dus het klinkt alsof je een enorme scala aan keuzes hebt en nu moet je je weg vinden. En dan als je een beetje om je heen kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk niet zo ver van elkaar afwijkt. Dus dan vraag je af, hoe kan dat? Dat mensen eigenlijk zo vaak dezelfde keuzes maken, terwijl ze allemaal individuen zijn, allemaal anders. Dus dat is wat voor mij wat opvallend was, in die zin dat ik het idee heb dat je hebt keuzevrijheid, maar de dingen die je kan kiezen, die je ouders redelijk gaan vinden, die je sociaal milieu je aanbieden, dat is eigenlijk niet zo'n breed scala. En als je er buiten wilt treden, dan moet je echt veel werk verrichten om dat te gaan doen. Op het moment dat je bekeert, en zeker op het moment dat je bekeert naar iets wat nog niet een duidelijke plek in de Nederlandse samenleving heeft, dan opeens heb je eigenlijk veel meer keuzes waarmee je geconfronteerd wordt. Omdat bijvoorbeeld iets als een orthodox-islamitische leefstijl, dat stelt een aantal eisen, dat heeft een aantal regels die afwijken van wat de norm is. Dus dan moet je keer op keer gaan kiezen van, ga je met die nieuwe orthodoxe regels, ga je met die nieuwe leefwijze, of ga je door met dat leven wat je al kent en de mensen om je heen kennen. Wil je ruzie maken of ga je schrikken? Ik vond het een heel leuke film. Ik was eigenlijk heel leuk verrast. Want wat voor mij heel bijzonder was in de film, was omdat het je laat zien hoe dat zich uitwerkt, die hele verhouding tot de islam en tot bekering en tot religie, hoe dat zich uitwerkt op het persoonlijke niveau. Wat heel diepgaand is, omdat het gaat om een moeder en een dochter en de relatie daartussen. En dan, hoe is het dat er een soort vervreemding ontstaat? Ten dele door de bekering, ook ten dele omdat zij gewoon uit huis gaat, een nieuwe groep vrienden heeft en de moeder zich ongemakkelijk voelt met al die verschillende dingen. Maar het was de eerste keer dat ik echt kon zien hoe het is dat iemand kon ontwrichten, dat hun kind bekeert. En ja, ik kom uit een familie, een typisch Amerikaanse familie, en daar heb je allerlei verschillende religies. Dus voor mij was dat heel gewoon, dat mensen verschillende religies hebben, geen religie, seculier, religieus enzovoort. Dus ik begreep dat nooit, waarom was dat zo moeilijk hier? En ja, dus door die film begreep ik het wat beter. Dat is speciaal. Ik denk dat in verhouding tot het maatschappelijke debat, dat wat je ziet is dat debat, dat is vaak op een heel abstract niveau. Het gaat om karikaturen, om Nederland, de moslim, de islam, het secularisme. En wat je dan in de film ziet, is hoe dat zich afspeelt in het op menselijk niveau, waar dat allemaal veel meer genuanceerd en tegenstrijdig en ingewikkeld ligt, omdat het gaat om mensen die van elkaar houden. Dus die spanningen tussen dat houden en dat afkeren en dat vragen en het zoeken, dat vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat wij eigenlijk dan als samenleving zouden moeten doen in plaats van een heel abstract debat te voeren.